Goedendag, dames en heren. Gaat u vaak op restaurant? U wel, meneer? En mevrouw? Wat zegt u, meneer? Mevrouw kookt voor u. Mevrouw kookt voor u. Dan wordt u vast en zeker goed verwend door uw vrouw. Wat zegt u, meneer? U kookt thuis zelf. Wat zegt u, mevrouw? De keuken is thuis enkel en alleen van u en dus verboden terrein voor uw man als u kookt. Dat zal hij graag horen. Hij wordt vast en zeker goed door u verwend. Welkom, dames en heren. Welkom bij Chef Kok. Het beste restaurant van het land. Chef Kok, de ober, chef Kok en eigenaar van dit restaurant. Er gebeuren niet altijd speciale dingen in mijn restaurant, maar als het gebeurt, dan is het heel speciaal. En wat vandaag gebeurd is in mijn restaurant, dit heb ik in al die jaren dat chef Kok mijn restaurant bestaat, nog nooit meegemaakt. Nee. Een blinde man kwam vandaag in mijn restaurant en gaat zitten. De ober, ikzelf dus, komt op de man af en geeft hem een menu. Zegt de blinde: excuseer me, meneer, maar ik ben blind, dus ik kan het menu niet lezen. Wilt u mij een gebruikte vork van een andere klant brengen, dan kan ik kijken wat er op het menu staat. En dan bestel ik dat wel. Een beetje verbaasd loop ik dus naar een tas vuile borden. Pak een vuile vork en geef die aan de blinde man. Deze ruik aan de vork en zegt: ik pak deze wel. Bouletten met spinazie en puree. Bouletten met spinazie en puree, dames en heren? U wel? U niet? Ongelooflijk, denk ik. En ik vertel mijn vrouw, die als het druk is in het restaurant, de kop is, wat er zojuist gebeurde. Dit gaat zo een paar dagen achter elkaar. En elke keer weet de blinde man exact wat er die dag op het menu staat. Op de vierde dag bekrijg ik mij een gevoel dat ik voor de zot word gehouden. En als ik naar de keuken loop voor een vieze vork, besluit ik de man te testen. Ik pak een schone vork en zeg tegen mijn vrouw: Maria, wrijf deze eens een paar keer. Puntje, puntje, puntje. Mijn vrouw Maria weet natuurlijk wat ik daarmee bedoel. Maria doet het. En ik loop terug naar het tafeltje. En geef de vork aan de blinde man. Deze ruikt aan de vork. Trekt een verbaasd gezicht en zegt: Hela, werkt Maria hier? Dit was mijn
en heren. Hopelijk heeft u ervan genoten. En komt u een volgende keer terug naar Chef Kok. Het beste restaurant van het land. Hopelijk heeft u ervan genoten. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat iedereen blijft kijken naar de nieuwe acties die online komen. Tot ziens!